Nederland is een beetje klaar met de politiek. Dat blijkt gewoon uit de enquête van één vandaag, heb je gezien. 6 van de 10 Nederlanders wil gewoon dat er nu nieuwe verkiezingen komen. Zijn er helemaal, maar dat ook, helemaal klaar mee. Met dat geformeer en dat geneuzel. Gaan ze daar in Hilversum zitten, afgelopen weekend, heb je dat gevolgd? Dan gaan ze dus in zo'n landhuis zitten en dan hebben ze het over... Ja, we zijn er niet uitgekomen. Oh, we zijn er niet uitgekomen. Want er zaten nog wat pijntjes. We hadden nog wat politieke pijn van het feit dat die Bijleveld en Kaag waren weggestuurd. We hadden nog wat politieke pijn. Ah jongens, dat is toch niet serieus, alsjeblieft zeg. Hoe kom je daar nou bij om te zeggen, we hadden nog wat politieke pijn? Het gaat gewoon... om de einduitslag. Zo heb ik altijd gewerkt. Vroeger ook, als ik dan werkte en ik was zelfs ziek en dan lag ik op bed en dan kwamen ze mij van bed halen en dan brachten ze mij naar de locatie in de auto. Ik werd uit de auto gesleept en dan trokken ze mij heel snel een regenjas aan. Dan moest ik hoep even wat tekst geven als een soort pop en dan hup werd ik weer in de auto gegooid en woep, terug mijn bed in. En dan hadden we gewoon een uitzending. En dan werd er niet gezegd, dames en heren, vandaag geen regenjas. Want Harry voelde zich heel erg ziek. Nee, er is wel een regenjas. En zo moet de politiek het ook doen. Niks pijntjes over dit of dat. Stap daar overheen, hou daarmee op. Het gaat om je verantwoordelijkheid nemen. Daar hebben de mensen je voor gekozen. Het land regeren. En doe dat dan ook. En ga dan niet over politieke pijntjes. En die politieke analisten ook. Daar word je ook hondsmoe van. Hoe is het mogelijk? Dan hebben ze het alleen maar over de bodywarmer van Kaag. Of de polo van Rutte. Of het t-shirt van die Hoekstra. Het is toch om gek van te worden? Nee, daar moet je het niet over hebben. Je moet het hebben over de verantwoordelijkheid. Ga regeren, doe wat. En ga niet uit elkaar daar in Hilversum en zeg van ja, over een week, ja, dan komen we weer eens bij elkaar. En daarom, hè, vanwege dat gedrag, 20% van de D66-kiezers hebben geen trek meer in Kaag. Geen vertrouwen meer. Ja, dat krijg je er dan van. En een heleboel bij het CDA ook, met die Hoekstra, hop. Hebben geen vertrouwen meer in dat soort mensen. En dat begrijp ik en dat snap ik. Maar goed, we zitten met het merendeel, vrienden. Het merendeel van Nederland, die willen nieuwe verkiezingen. Ik ben nooit zo van het merendeel. Ik loop niet graag mee in de grote massa. Maar dit keer wel. Ja, ik ben er ook voor. Nieuwe verkiezingen.